Laat ik even heel duidelijk zijn. Dat gaat niet om de vrijheid van meningsuiting. Dat gaat niet om de vrijheid van mensen, zoals de heer Seder zei, om opvattingen te hebben die misschien maatschappelijk niet aanvaard zijn, maar wel bij een geloof horen. Mensen hebben de ruimte om die uitspraken te doen. Het gaat vooral om gedrag. Dat heb ik tijdens de commissievergadering gezegd en dat herhaal ik nu eens. En waar moeten we dan aan denken? Structureel haatzaaien, intimidatie, dreiging met geweld, oproepen tot geweld, ronselen op grote schaal voor de jihad, om maar iets te noemen. Over dat soort activiteiten hebben we het. Op dat moment komt de geloofsvrijheid in het gedrang. En ik kan er eigenlijk heel kort over zijn, want mevrouw Roosma zei dat namelijk uitstekend. Er komt een moment dat een gebedshuis eigenlijk geen gebedshuis meer is, maar dat het eigenlijk verwordt tot een locatie voor criminele activiteiten. En dan ontstaat er een andere situatie. Dat was precies waarop ik doelde toen ik zei dat ik in het alleruiterste geval de mogelijkheid wilde hebben om in te grijpen.